Stel u zelf voor in exact 30 seconden. Ik ben Maaike de Thijsje, mama van 2 tienerdochters in het baasje van een gekke hond. Nu, ik woon al vele jaren in Antwerpen, waar ik ook een apotheek heb beheerd. Nu, buiten politiek heb ik ook hobby's. Dat is fotografie en het planten van courgetten. Maar daar heb ik vandaag eigenlijk weinig tijd voor. Omdat ik voor de SPA campagne voer voor het Vlaamse parlement op de vierde plaats. En dat doe ik met enorm veel plezier en inzet. Waarom stapt u in de politieke strijd? Wel, ik heb mijn politieke engagement geërfd van mijn grootouders, van mijn moeders. En het is eigenlijk een rechte lijn van sociale strijd en inzet voor gewone mensen. Nu, ik ben een tijd geleden aangereden geweest en dat heeft toch wel een impact gehad op mijzelf. En ook naar de manier van kijken op de politiek. En daarom vind ik het enorm belangrijk dat die betaalbaarheid van die gezondheidszorg, maar ook preventie er bijvoorbeeld is. En dus als ik kijk naar wachtlijsten, dus mensen die echt enorme noden hebben, die mensen moeten vandaag nog altijd wachten op die zorgen. En dat is Vlaams niveau en ik vind dat niet kunnen. En dat zal een van de knelpunten zijn die ik echt graag mee wil aanpakken. Welke quote heeft u gekozen? Wel, ik heb een bij mijn quote. Dus zoals je ziet, dat is eigenlijk ook de slogan voor deze campagne, voor alle zekerheid. Omdat meer en meer mensen onzeker zijn. Als ik dan bijvoorbeeld denk aan de nood aan zorg, gaan ze die zorg wel krijgen, die zorgverlening. Het tweede is bijvoorbeeld, gaan zij de factuur nog kunnen betalen op het einde van de maand? En heel veel mensen, dat hoor ik toch, zijn ook bezorgd over hun pensioen. Gaan zij voldoende pensioen hebben na een lange loopbaan? En die onzekerheden wil ik graag mee wegwerken. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Wel, er zijn een aantal mensen die ik enorm waardeer in de politiek, want ik heb heel fijne collega's ook, sommige vervelender ook. Maar er is iemand die eruit springt en dat is een Amerikaanse jonge vrouw, Alexandria Cortez. Waarom? Zij is opgegroeid in de Bronx in Amerika en is altijd heel volks geweest, maar ook heel oprecht. En heel vurig. En zij heeft bepleit waar zij voor staat. En dat wil zeggen dat daar waar de mensen van wakker liggen, dus echte basisnoden, daar pleit zij voor. En dat doet ze enorm vurig. En ze is dan ook verkozen. Wat zijn uw politieke interesses? De grootste uitdaging vandaag is, denk ik toch, het evenwicht zoeken tussen de ontwikkeling of de verdere ontwikkeling van de steden en gemeenten, bijvoorbeeld op cultureel vlak, maar ook op economisch vlak, sportief vlak. En dat eigenlijk combineren met het behouden van leefbaarheid van steden. En ook van Vlaanderen. Als je ziet naar de files bijvoorbeeld, als ik kijk naar de natuur, die staat enorm onder druk. En dat evenwicht lijkt mij de grootste uitdaging. Wat kan er anders en beter in de politiek? Er kunnen een aantal dingen beter, maar de twee dingen die er echt uitspringen zijn ten eerste het dichter bij de mensen zijn, dichter bij de realiteit. Ik ga u één voorbeeldje geven, want er zijn er vele. België kijkt nog altijd naar het model van de tweeverdiener. De mama, papa, twee kinderen. Nu, de realiteit is vandaag anders en meer mensen vallen alleen of zijn alleenstaande en die mensen hebben het moeilijk. Wat bedoel ik daarmee? Op het einde van de maand komen ze er niet toe, want alleen wonen is voor veel mensen duur. Dat is één, dus dichter bij de realiteit staan. Ten tweede denk ik ook dat de snelheid waarmee iets gerealiseerd wordt echt wel beter kan. En dan begrijp ik, je ziet ook mijn dochters zijn op straat gekomen mee om te betogen voor het klimaat. Ik begrijp hen, want dan denk ik van ja, waar blijven die oplaadpalen bijvoorbeeld? Wanneer worden de elektrische wagens goedkoper? We willen allemaal bijvoorbeeld minder vliegen, maar er zijn nog altijd geen slaapterreinen. Dan denk ik, dat is toch zo moeilijk niet om als politiek te engageren. En dat mis ik soms en daar maak ik me echt dagelijks boos om dat zo traag gaat. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Hier staat hij. Dit is de buildrager. En als je goed kijkt, je gaat denken, heeft hij een buil op zijn hoofd of zo? Nee.
In Antwerpen is hij gekend bij de dokwerkers, want het is ook een havenarbeider. En dus, ik zal hem omdraaien. Dus achteraan zie je dat hij een hoofddeksel draagt, als je goed kijkt. En wat is de bedoeling ervan? Zij moesten vroeger in de haven heel veel zakken of builen die heel zwaar waren, moesten zij rondzeulen. En deze man staat symbool voor de harde of de noeste arbeid in de haven van Antwerpen. En het is eigenlijk een familiestuk, want het heeft nog bij mijn grootouders in de living gestaan en het staat nu bij mij thuis te pronken. En ik heb het op zich altijd een enorm mooi beeld gevonden, maar ik vind ook de symboliek erachter heel schoon. En wat bedoelen we daarmee? Dat is toch de havenarbeider, of eigenlijk de arbeider in het algemeen, die laat onze economie draaien en die mensen moet je koesteren. Vandaar dat ik hem bij heb.